Hey, de documentaire van MTV om 8 uur. Het begon allemaal in de jaren 50. Een van de grondleggers, Ed Hurkmans van MTV, krijgt met Sint-Nicolaas een tweedehands toverlantaarn, waar ook een 35mm filmpje bij zat. Deze gaf bewegende beelden bij het snel door de toverlantaarn laten lopen. Dat in een tijd dat tv nog lang niet bestond. Bewegende beelden waren destijds alleen in de bioscoop te bewonderen. Voor Morgestelnaren was er zondags een filmvertoning in de vereniging, met Leo van Poppel als filmoperator. Daar kon men toen kijken naar Dracula, Tarzan en Het zit in de lucht met George Forby. Het thuis op een oud laken projecteren was dan ook een hele ervaring. Vandaar dat kort daarop er een 16mm projector werd aangeschaft, waarmee handmatig films gedraaid konden worden. De films kon men voor enkele kwartjes huren bij Veldman in Tilburg. Veelal betroffen het tekenfilms of stomme films zoals Charlie Chaplin of De Dikke en de Dunne. Toen Vlaming zijn Sint-Nicolaas actie hield, kon een kennis een 8mm filmprojector. Zelf zag hij het niet zitten, maar Ed was gelijk verkocht en nam hem voor een zacht prijsje over. 70 gulden werd er uitgegeven voor een filmcamera. Een nieuwe carrière was geboren. Het moest zuinig zijn, een 3-minuten filmpje was zo vol. Het rolletje werd opgestuurd naar Kodak in Rijswijk. Een week van gespannen wachten brak aan. De post bracht het ontwikkelde rolletje, welke direct bekeken moest worden. Na zwart-wit kwamen de kleurenfilms. Heel duur, dus alleen geschikt voor speciale gelegenheden. De ontwikkeling stond niet stil. De Super 8 filmcassetten maakten een eind aan het rolletje. Eind jaren 70 werd filmen min of meer gemeengoed. De periode dat FC Tegenlicht werd opgericht. Ed Hurkmans, Rien Mulders, Jan van Elderen, Hans van Brunschot en Louis van de Meidenberg. Deze groep leeft er ook niet meer zoveel. Ja, we zouden van hun geworden zijn. Zouden ze ons ook nog kunnen zien? Ik denk het wel. Ik denk dat Jan van Elderen nou wel in de hemel zit. Want die zong altijd O Sterren der Zee. Hé, ben ze hier saai. Ik wil dat er een bek kwam. Ik denk dat er hier een aankomt. Als je me niet de verkeerde kant gooit, net als die andere peer. Best hier toch een juist groeiend heer. Had ik vroeger maar beter op te pasen. De 5 enthousiastelingen togen aan het werk om een film te maken over Morgestel. Dit in navolging op de film over de harmonie uit de jaren 60. De gemeente geeft subsidie, mits Bertje Oudmaier het draaiboek maakt. En zo geschiedde. 2 jaar werken en de film was klaar voor vertoning. Een overvolle Bogaert als publiek. Daarna lag het filmen tijdelijk stil. In 1980 komt de eerste draagbare videorecorder uit, compleet met camera, die ook nog betaalbaar was. Morgestel TV is een feit. De eerste opname betreffen het Zouwelen uit 1983, waar Hans zijn eerste interviews afneemt. Alias Nout van Kopen, die vanavond vanuit de ton het woord zal richten aan het publiek. Na een wat moeizame start komt het geleidelijk tot regelmatiger uitzenden. Bij belangrijke evenementen is MTV aanwezig. Helaas is er na 25 jaar MTV
een einde gekomen aan de populariteit. De voorzittershamer is na al die tijd door Hans van Broekschot gehanteerd te zijn overgegaan naar Etienne Kordalski, welke het notuleren ook niet uitgevonden had. De kas wordt niet meer gespekt, dit door een overdaad aan chocomel in plaats van bier. De negatieve cijfers worden aan Bjorn van Iersel toevertrouwd. Dus ja, je weet het, geen bier meer voor jullie, hè? Wat dan? Chocomel. Ondanks dit wat negatieve beeld kwam Brainwave nog met wat spetterende films die prijzen in de wacht sleepten. Door de krakkemikkige gezondheid van de oude garde is de productiviteit achteruit gegaan. Het financiële plaatje wordt zo slecht dat acties het tij niet kunnen keren. Meisje, dank je wel. Kan er niet meer vanaf, jongen, op mensen in de auto. Houden we. Godverdomme. Mevrouw, kunt u mij de spullen wijzen? Ik heb hier bij gerechtelijk bevel opdracht om alles in beslag te nemen van MTV Moergestel. Te weten, alle goederen roerend, onroerend, activa en technische voorzieningen. We hebben dan toch maar 25 jaar geleden met dat logo gezeten. In deze nieuwe geval wilt u die onmiddellijk stopzetten, die gaat ook niet.